Dag dames en heren, het is zaterdag 4 april. U kijkt naar een uitzending van TV West Sport met vandaag de volgende wedstrijden. Rijnsburgse Boys in eigen huis tegen GVVV. En Scheveningen op bezoek bij de ploeg in vorm, Excelsior Maassluis. Ja, de titelstrijd in de topklasse is met 5 wedstrijden nog te spelen, nog allerminst beslist. Als je de ene week bij wijze van spreken op nummer 1 staat, dan ben je de volgende week zomaar de nummer 4. Dat bewees Kozakken Boys. De trotse koploper verloor vorige week zomaar tussen aanhalingstekens van een sterk FC Lisse. Nou, een dergelijk verhaal heeft GVVV eigenlijk ook meegemaakt. Ze begonnen goed aan het seizoen, maar na de winterstop willen het niet zo vlotten. 8 punten uit 8 wedstrijden werden er slechts gehaald. Ze staan daarmee op een 7e plaats. De thuisspelende ploeg, Rijnsburgse Boys, ja, die kennen eigenlijk sowieso een heel stroef seizoen. Alhoewel, na de winterstop gaat het juist weer iets beter. Er worden er wat meer punten gehaald. Vorige week ook weer een uitstekende overwinning op Ajax met Riley Ignacio, die met 2 doelpunten weer helemaal terug in vorm lijkt te zijn. Rijnsburgse Boys, de nummer 5 tegen GVVV, de nummer 7. Hier zijn de beelden. De ploeg uit Veenendaal heeft dezelfde opstelling als de succesvolle formatie die afgelopen week, op dinsdag om precies te zijn, met 4-1 won voor de beker van Spakenburg. Dat betekent Grot een beetje komend vanaf de linkerkant. En Ristic in het centrum. Dit is Ignacio met de mogelijkheid. Koemans dan in de rebound. En Bonke nagenoeg op de doellijn. En die voorkomt een vroege achterstand voor de ploeg uit Veenendaal. Eerste mogelijkheid dus voor Rijnsburgse Boys. Grot. Combinatie is aardig. De voorzet ook. Alleen de inzet van Terschegget. Mist kracht, mist richting. Van de boog uit. Wijks, de inzet op Koemans. Die gaat handig door. Voorleggen van de vijver. De afwerking is niet helemaal scherp. Maar het doorzetten van met name Koemans was handig. Wedstrijd in evenwicht. Niet alleen voor wat betreft de score, maar ook voor wat betreft het veldspel. Van Nieuwkoop heeft wat moeite met dit schot. Maar echt gevaarlijk wordt het niet. Ristic met de mogelijkheid. Ja, dit is toch wel een dot van een kans hoor. Hij werkt de bal over de goal van Nieuwkoop. Bedankt in ieder geval voor de paas, want die was keurig. Van der Vijver met het hoofd aan de andere kant. De mogelijkheden zijn er wel degelijk. Alleen kijken we nog steeds aan tegen die 0-0. Als Grot het nog eens probeert op slag van rust. Grot dan van afstand. En de redding van Nieuwkoop. Het is nog geen spektakel op de Middelmors. Het publiek wordt sowieso al niet verwend op de thuisbasis van Rijnsburgse Boys. Tweede helft dan. Met de voorzet van Adnane. En handig van Brouwer. Ja, dit is eigenlijk maximaal wat hij kon doen. Voetje er tegen en dan maar hopen. Grot. Vrije trap na de overtreding van Leon Tol. Misschien een mogelijkheid. Oh, dit is de variant. En de kopbal van Eck. Vanuit een lastige hoek natuurlijk. Van Eck. En de diepte op Grot. Oog in oog met Van Nieuwkoop. Moet schieten. Wat doe je, Grot? Ja, als je een echte spits bent, dan ros je die bal zonder te denken in de touwen. Nu dan Grot. Ik zal dus niet egoïstisch zijn. Ik leg hem af. Nou, dan maar een egoïst, want dan sta je wel met 1-0 voor. Nu blijft het 0-0. Grot weer. Volgend jaar Kozakken Boys. Nu nog even in het elftal van GVVV. Weer een mogelijkheidje. Het zijn geen spetterende kansen die we zien. Maar dat het 0-0 staat, dat is een wonder. Oh, Hessing, wat doe je? Oh. Ja, Van Nieuwkoop, die kan alleen maar kijken en hopen dat die bal naast hobbelt. Hessing komt met de schrik vrij. Heel Rijnsburg trouwens. 0-0 in een wedstrijd waar er veel fout gaat. In de passing, in de eindpaas, in de duels. Het is het vaak net niet. Wijks. Heeft hij dan de opening? Knoester. En Ignacio. En uiteindelijk is het Johan Jansen, de keeper van GVVV, die als winnaar eruit komt.
blijft 0-0. En het schot van Brouwer. Ook weer net niet. Hij moest hem in één keer nemen. En dan lijken we af te stevenen op een 0-0 wedstrijd. Een gelijkspel, nou, dat zou een redelijke verhouding zijn. Van de vijver op Ignacio. Waar is de bevlieging? Daar is de bevlieging. Maar er zit te weinig venijn in het schot. Te weinig richting ook. Ignacio. Vorige week nog twee keer succesvol tegen Ajax. Daar wordt hij weer aangespeeld. Komt erin draaien en dit schot is prima. Ja, je moet ook altijd nog die doelman verslaan. Johan Jansen redt. 0-0 de tussenstand. Publiek wordt niet verwend. Alhoewel, de mogelijkheden zijn er wel. Maar spetterend is het allemaal niet. Van Ewijk. Leek even moeilijk te gaan. Komt er toch uit. Dan is deze paas slecht. Mooie opening. Grot. Oh, wat neem je mooi mee. Dit moet hem zijn. Prachtig doelpunt van Sherwin Grot. Laten we de passing van Terschegger niet vergeten trouwens. Maar wat neemt hij hem mooi mee. Als een circusartiest. Met de hak. Die bal die valt precies goed. Moet je een beetje geluk mee hebben. Maar Grot doet dit fantastisch. Minuut 89 in de wedstrijd. Ja, Van Nieuwkoop ziet de bui al hangen. Dit worden 0 punten. Of toch. Opportunistisch nu. Pompen. Gerommel daar voor de goal. Hessing, kan hij die bal binnenhouden? Lukt niet. Geeft zijn tegenstander een zet. Trapje na misschien. Beetje duwen, een beetje trekken. En een beetje zeuren tegen elkaar. Het hoort erbij. Want bij Rijnsburg balen ze ervan dat de wedstrijd op deze manier eindigt. Hoekschoppen is het laatste wapenfeit, ongetwijfeld. Bal wordt weggewerkt uit de defensie. Het eindigt in 0-1. Rijnsburg kreeg de kansen, maar je moet ze verzilveren. Het gaat uiteindelijk altijd om goals die je maakt. En ja, dit jaar is dat gewoon niet aanwezig. En ja, daar kan je ook op trainen totdat je een ons weegt. Maar daar valt niet op te trainen. Je moet ze gewoon op het moment dat je de kans krijgt, moet je tegen het net schieten. En ja, dat is iets wat ons dit jaar, vind ik, heel erg opbreekt. En het is natuurlijk 35 goaltjes waarvan Riley meer dan de helft voor zijn rekening heeft genomen. Ja, en dat betekent dat we op andere plaatsen gewoon tekort komen. En als je vandaag ziet wie bij ons de kansen krijgen en dat die ballen er niet ingaan. Ja, ik denk dat dat ons probleem is. En dan speel je een seizoen dat eigenlijk anoniem eindigt. Ja, wat anoniem eindigt en zeker gezien, hè, als je kijkt dat we in uitwedstrijden 26 punten hebben gehad en thuis hier 15 hè, op dit moment. Dat zegt ook heel veel, hè. Middelmors was altijd van ons, om het zo maar te zeggen. Maar dit jaar niet. En dit jaar is het gewoon niet goed genoeg wat we laten zien thuis. En daar moet je heel reëel in zijn. En als we hier thuis net zoveel punten hadden gehaald als uit, hadden we gewoon bovenaan gestaan. En ja, dat is een gegeven. En daar breken wij ook ons hoofd over, om het zo maar te zeggen. Ja, nederlaag dus voor Rijnsburgse boys thuis tegen GVVV. We gaan naar de volgende wedstrijd. Excelsior Maassluis tegen Scheveningen. Scheveningen kent eigenlijk een redelijk stabiel seizoen. Staan op de 9e plaats. Niets aan de hand, zou je zeggen, voor de ploeg van John Blok. De tegenstander van vandaag, Excelsior Maassluis, die baart opzien. Ze stonden stijf onderaan. Toen ging Sesco Achterberg weg. John de Wolf kwam. En kijk eens aan, Excelsior Maassluis is bezig met een geweldige serie. Staan inmiddels op plaats nummer 13. Dat is een promotie-degradatieplaats. Maar de grote vraag is, wie gaat Excelsior Maassluis stoppen in hun opmars? Is dat Scheveningen? Dennis Kranenburg doet verslag. Het verschil tussen beide ploegen is slechts 5 punten en Scheveningen wil dus winnen om afstand te nemen van de onderkant van de topklasse. Maar dan moet je niet zo beginnen. Direct een grote kans in de eerste minuut is het Zimmerman. Die zelf ook schrikt van de kans en de bal in de handen schiet van Sven Wolsheimer. Maar het scheelde niet veel of Scheveningen stond al vroeg op achterstand. Vrije trap van Maaien. Niet helemaal goed, belandt direct in de handen van Jean-Paul van Leeuwen, de doelman. Ziet ook John de Wolf, de interim trainer van Excelsior Maassluis, die het uitstekend doet met zijn ploeg. En met de 10 punten uit 5 laatste wedstrijden ook nog eens bovenin staat in de derde periode.
Wolfsheimer met de bal. Richting De Jong. Krijgt hem terug. En Wolfsheimer. Oh, slechte bal van de Wolfsheimer daar. Is het Vink die het probeert? En de bal over Wolfsheimer heen schiet. Wat een fout van de doelman van Scheveningen. Had daar toch tijd zat om de bal naar voren te schieten. Maar schiet hem recht in de voeten van Kevin Vink. En de boomlange spits van Excelsior Maassluis weet daar wel raad mee. Bijzonder knappe goal overigens. Geen hele makkelijke bal. Maar Maassluis dus vroeg op voorsprong. Weer Excelsior Maassluis op de helft van Scheveningen. Diepe bal, die is dan te hard. Is het Wolfsheimer, wil hem dan pakken. Maar beseft ook dat hij nog buiten zijn 16 meter gebied is. Laat hem toch nog maar even doorrollen. Voordat Zimmerman gevaarlijk kan worden. Kruithof met de bal. Gaat op zoek naar Zimmerman, die hem dan net voor Wolfsheimer kan komen. Maar gelukkig voor Scheveningen de bal net over het doel heen kopt. Anders had het na een klein kwartier al 2-0 gestaan voor de thuisploeg. En Excelsior Maassluis is sterk in de beginfase. Weet ook dat ze de laatste strohalm moeten pakken. Voor handhaving in de topklasse. En dat gaat op deze manier misschien wel heel erg goed. Is het Zimmerman die een grote kans krijgt. Maar er zelf weer van schrikt. En Wolfsheimer die de bal dan uiteindelijk op kan pakken. Scheveningen dan. Eindelijk op de helft van Excelsior Maassluis. Bal richting Maaien. Geeft hem dan terug aan Goeman. Maar ziet dan dat Van Leeuwen redding kan brengen. En Goeman baalt daarvan. Had misschien wel wat meer ingezeten voor Scheveningen. Maaien met de vrije trap. Van Leeuwen die de bal dan loslaat. Maar de spelers van Scheveningen dachten waarschijnlijk dat hij hem wel klem zou pakken. En dus werk aan de winkel in de rust voor John Blok. Redit. De bal naar Poeiers. Die gaat dan op zoek naar de aanvallers van Excelsior Maassluis. Overtreding daar ook gemaakt. Op Vincent van den Berg. En dus een vrije trap op een gevaarlijke plek voor Excelsior Maassluis. Is het Vink die hem gaat nemen? Bal via de muur. Oh, die gaat maar net naast het doel van Wolfsheimer. Dat scheelde niet veel. Of Kevin Vink had zijn tweede van de dag aangetekend. Van Leeuwen. Met de bal achterin rondgespeeld bij Excelsior Maassluis. Is het gevaarlijk uitverdedigen. Lange bal dan maar naar voren. Richting Oliveira. Die staat dan helemaal vrij. Kan Wolfsheimer zijn goal uit. Oei. Grote kans daar voor Oliveira. En Wolfsheimer die komt dan met de schrik vrij. En gelukkig voor Scheveningen blijft het maar 1-0. De Jong op avontuur. Gaat het dan ook proberen. Goeie actie van De Jong. Schot mist net wat kracht. Vrije trap van Patinama. Richting Ros, die kan hem dan wel koppen. Maar de bal gaat ruim over het doel heen van Jean-Paul van Leeuwen. Scheveningen probeert het weer. Slechte bal. Zit Redete daartussen voor Excelsior Maassluis. Gaat het dan ook proberen vanaf de middenlijn. En Wolfsheimer die ziet dat de bal overgaat. Maar Redete probeert het wel. Lange bal van Van Leeuwen. Bal doorgekopt. Zit Oliveira. Aan de zijkant. De twee tegenstanders tegenover zich. Gaat er de combinatie aan. En Wolfsheimer die dan eerder bij de bal is. Voordat Oliveira gevaarlijk kan worden. Scheveningen met Korendijk. Met de bal naar Maaien. Oei, die krijgt daar een lelijke tik. Van Robin van de Ende. Die moet zich dan ook gaan melden bij scheidsrechter Dijkstra. En krijgt daar ook een terechte gele kaart voor. En de vrije trap dus voor Scheveningen. Het Korendijk. Richting het 16 meter gebied. Blijft de bal hangen. Is het Maaien die misschien een actie kan maken? Moet dan terug richting Patinama. Oh, knappe actie daar. Zit Excelsior Maassluis ertussen. Kan Korendijk het nog een keer proberen. Maar zijn schot gaat ruim naast het doel van Jean-Paul van Leeuwen. Dus blijft het 1-0. Ingooien voor Excelsior Maassluis. Proberen natuurlijk tijd te rekken. Oliveira. Scheveningen nog tussen. Kan het misschien nog een keer in de slotfase voor Scheveningen? Moeten ze weer heel snel zijn? Nee, het gaat niet meer. Scheidsrechter Dijkstra fluit voor het einde van de wedstrijd. En Scheveningen bewijst zichzelf een hele slechte dienst door te verliezen bij Excelsior Maassluis. Hoe komt het dat het niet lukt vandaag?
Ja, dat vraag je altijd af. Hè. Ze deden in principe niks anders dan wij verwacht hadden. Maar ik vond ze wel veel scherper. Toonde veel meer de wil om te winnen. En ik kan dan niet zeggen dat wij vooraf zoiets hadden van nou, dat gaan we hier eventjes doen. We wisten echt het belang van de wedstrijd wel. En die jongens hebben zich volgens mij ook allemaal goed voorbereid. Maar ja, dat was niet terug te zien in het veld, denk ik. We maakten zeker de eerste helft heel veel verkeerde keuzes. Je begint natuurlijk al heel slap. Hè. Ze kunnen eigenlijk binnen een minuut op één de voorsprong komen. Ja, dan is het zuur dat Sven in de fout gaat en dat uiteindelijk dan de beslissing is. Maar je kan de eerste helft ook gewoon al 2-3-0 achter staan. Is het misschien ook onzekerheid dat je weet dat zij bij jullie in de nek hijgen en jullie juist moeten winnen om afstand te houden? Ja, dat lijkt me niet. Want je weet dat het andersom ook zo is. Als je hier wel gewoon wint, dan ben je in principe ben je klaar. Maar wat we vorige week wel op konden brengen, dat lukte vandaag niet. We maakten constant de verkeerde keuzes. Wanneer moet je nou doordekken? Aan de bal waren we heel onrustig. Elke bal probeerden we maar gelijk achter hun laatste linie te leggen. We voetbalden niet door. En natuurlijk heeft dat te maken met de vele wisselingen en jongens die we er niet bij hebben. Maar ook met de jongens die we vandaag in het veld hebben gebracht, vind ik dat we veel meer moeten brengen. Twee wedstrijden hebben we gezien. Excelsior Maassluis en Rijnsburgse Boys. Hoek won knap van FC Lisse. Het werd daar 3-0. De derby de derbies eindigde in een 0-0 gelijkspel tussen IJsselmeervogels en Spakenburg. En Capelle won van Sparta Nijkerk. Het werd daar 4-2. HAC Hardenberg doet goede zaken in de derde periode. Blijven bovenaan door de 2-1 overwinning op Barendrecht. En Kozakkenboys won thuis van Genemuiden met 3-2. En loopt daardoor uit in de race om de titel in de topklasse. ONS Bozo Sneek Ajax eindigde in 2-2. Als we kijken naar de stand, daar is Kozakkenboys nog steeds de koploper. Rijnsburgse Boys staat op een vijfde plaats. En in het rechter rijtje wordt aangevoerd door Scheveningen met 32 punten uit 26 wedstrijden. FC Lisse vinden we terug op plek 12, hebben nog wel een wedstrijd te goed. 25 gespeeld, 29 punten, maar voelt wel de hete adem in de nek van de ploegen daaronder. Eén wedstrijd stond op het programma in de hoofdklasse B. ASWA RVVA eindigde in een 1-0 overwinning voor de ploeg uit Ridderkerk. En zij wonnen daarmee ook de tweede periode. In verband met Pasen stonden er ook twee wedstrijden van de zondag topklasse op het programma. VVSB won thuis ruim van ADO 20, het werd 5-0. En AFC en HBS speelden met 1-1 gelijk. En tot zover deze uitzending van TV West Sport. Maandag, tweede paasdag, zijn we weer. En dan blikken we terug op de wedstrijd Excelsior tegen ADO Den Haag. Belangrijke wedstrijd voor ADO natuurlijk. We zijn op bezoek in Istanbul bij Dirk Kuyt. En we mogen daar thuis bij hem komen. Dat ook maandag in de uitzending. En snowboarden, het Nederlands kampioenschap in Laax. Met veel regionale successen. Graag tot maandag en voor nu een mooi paasweekend.